heb Albers gevraagd of hij diensten met je wil draaien. Hij is kickboxkampioen van Limburg. Wil wel met me ruilen? Nee, ik denk het niet. Die Albers kan misschien wel een paar goede klappen uitdelen. Maar een goede babbel heeft hij niet. Oké. Hey. Trouwens, heb ik je al een keer verteld, hè? Hoe ik een vent die twee keer zo groot was als ik, gevloed, hè? Nee, nog maar 28 keer, maar ik vertel het bij. Kom je me ontruimen? Ik heb met een paar mensen over je situatie gesproken. Hou je alsjeblieft. Help me even. Jou help? Ik krijg er maar eentje die vertuin niet uit de bus. Er waren wat collega's die wat spulletjes konden missen. Rotzakje, een tekentrol, hè? Help, help, mijn vriend. Drukken. Je handen op de wond leggen en drukken. Hard drukken. Rustig ademen. 1104, op centrale. Stuur alles hier naartoe. Begrepen, 1104. Alles en iedereen. We gaan naar binnen. Hard drukken. De melding is gedaan. We gaan naar binnen. We moeten de schutter uitschakelen. Nu. Hé, hey, laat hem niet alleen. Hij gaat dood. Er komt hulp aan. Hard drukken op de wond. Wat is dat? Niks. Je ontslagbrief? Helemaal niet. Liegen kan ik ook al niet. Mag ik hem lezen? Hey, ik heb echt mijn best gedaan op dat ding. Goed. Je hebt je vergist. We hebben ons allemaal vergist. Ik geloofde hem niet alleen. Ik mocht hem ook echt. Hoe kan ik ooit nog op mijn eigen oordeel vertrouwen? Vertrouw dan maar op mijn oordeel. Dat meisje leeft nog. Die psychopaat heeft zichzelf een TBS bezorgd. Die komt nooit de straat meer op. En jij gaat gewoon weer aan het werk. En je wordt een nog betere politieman dan je al was. Je had gelijk. Spijt me, Romeo. Ik wou dat het anders afgelopen was. Je hebt me niet gebeld. Je zat met haar in de auto. Ik was bang dat ze zich meteen zou opblazen. Met jou erbij. Heeft u mijn collega hier vanochtend gezien? Nee. Hoezo? U denkt natuurlijk dat ze vanmorgen bij hem is langs geweest. Nee, sorry, niks gezien. Met de moeder. Ik maak jou af. Laat je wapen vallen. Nu! Laat vallen! Nu!